één groot drama. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. 1000 kilo lichter? Ja, zeker. En een paar grijze haren rijker. Ja, zeker. Wat is er afgelopen week gebeurd? Hoe hebben jullie je voorbereid? Zoals vorige week al zei, vooral gekeken naar wat ging er minder goed vorige week. En nu en daar hebben we deze week hard aan gewerkt. Fielder was niet scherp vorige week. Vandaag hebben we 5 run-outs. En de koppen stonden de juiste kant op. Wederom nog benadrukt dat we inderdaad, mocht het niet lukken vandaag, we volgende week gewoon nog een kans hebben. Super. Even heel korte terugblikken afgelopen seizoen. Hoe is het gegaan? Super natuurlijk. Tot op heden 2 wedstrijden verloren. Dus ja, dan verdien je het om hier nu te staan aan het einde van de competitie met die trofee. Feesten, dak eraf? Ja, zeker. Ik hoop dat het weer een mooie avond gaat worden met alles en iedereen. Van harte. Dankjewel. Ja, wanneer er gewonnen wordt, wordt er ook verloren. Nick Stethem, captain van Hermes DVS. Het is voorbij, maar het is niet alleen dit seizoen, maar het is ook nog degraderen. Hoe zuur zijn de appels? Die zijn uiteraard heel zuur. En ik denk dat we vandaag het verschil ook gezien hebben tussen een team wat kampioen is geworden en een team wat degradeert. Het was niet goed genoeg. En we hebben 5 run-outs eigenlijk. En ja, dan maak je het heel moeilijk voor jezelf. Wat betekent dat nou letterlijk voor de club en voor het cricket van Hermes? Daar gaan we over nadenken de komende maanden. Dat weet ik nog niet. Ik denk dat het zomaar wat zou kunnen gebeuren. Misschien niet alleen bij ons, maar ook bij andere clubs. We gaan eens kijken met de mensen die erover na moeten denken wat we gaan doen en waar we naartoe willen. Willen we volgend jaar direct omhoog of gaan we opbouwen met de jeugd? Daar zullen we over na moeten denken en even kijken wat we hebben en hoe we ermee om willen gaan. En dat zal het verhaal denk ik worden. En daar zijn we nu nog niet helemaal mee bezig. Dus we gaan eerst het seizoen afmaken volgende week tegen Vera. Hopelijk gewoon een goede pot spelen. En dan gaan we daarna kijken richting volgend seizoen. Sterkt in de strijd, Nick. Ja, dankjewel. Luc van Troost, cricketvoorzitter, Excelsior 20. Nou, ik denk dat je vandaag wel een kilootje of 2 bent kwijtgeraakt. Vandaag niet zozeer. Vorige week wel in ieder geval. En een redelijk onrustige week gehad. Dus en nacht. Van harte gefeliciteerd. Vorig jaar zei je tegen me op dezelfde plek toen ze kampioen werden. Het is nog een heel jong team. Dit kan een toevalstreffertje zijn. Blijkt van niet. Hoe kijk je er nu tegenaan? Nee, blijkt van niet. Ja, weet je, het tweede jaar is altijd moeilijker. Het is moeilijker om de titel te behouden dan om opnieuw te winnen. Dus dit verdient wel heel veel respect, dit team. Het is heel knap. Mentaal zijn ze heel sterk. Toch behoorlijk wat druk om je titel te verdedigen. En die jonge groep heeft dat echt knap gedaan. Ja. Wat vind jij zelf het verschil tussen het vorig seizoen en dit seizoen? Het grote verschil is dat we nu echt gedomineerd hebben. Vorig jaar waren de verrassing. Ja, we hebben 2 wedstrijden verloren van de 17. Dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal. Hermes DVS daarentegen. Je kan zeggen Excelsior lacht en Hermes huilt. Dat is een beetje de moraal van het verhaal. Ja, niet lullig bedoeld. Maar ik denk dat je vandaag het verschil hebt kunnen zien tussen een kampioen en een degradant. Ik vind het echt heel jammer dat Hermes is gedegradeerd. Want die derby, ja, je ziet hoeveel mensen er vandaag zijn. Het blijft toch geweldig. En ik hoop echt dat Hermes binnen een jaar weer terug is. Want dat verdienen ze gewoon. Wat betekent dit nou, dit tweede kampioenschap voor het cricket in het algemeen bij Excelsior? Ik denk dat wij als cricketafdeling wel steeds laten zien hoe belangrijk cricket is voor de club, ook voor de stad Schiedam. Als je ziet hoeveel mensen erop afkomen, je ziet hele gezinnen, families hier weer terugkomen naar de club. Ja, daar ben ik zo ongelooflijk trots op en dat moeten we met z'n allen koesteren. Voor de tweede maal een trotse voorzitter, Luc van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, we gaan feesten. Meer dan 200 wedstrijden voor het eerste elftal. Wat deze jongen heeft betekend de laatste 10 jaar voor Excelsior is ongelooflijk. Een echte vechter. Altijd voorop in de strijd. Adam Woutersen, bedankt voor alles, jongen. Echt super. Echt trots op je. Hij verdient het grootste applaus. Hij gaat afscheid nemen van het eerste elftal cricket. Adam. Bedankt, jongen. Dus we gaan allemaal zakken. Publiek allemaal zakken. Ja, daar gaan we hoor. Met z'n allen. Was in the spring. And spring became the summer. But I believe the comfort on. Ja, blijf nog even door je knieën. We zijn kampioen! En als je kampioen wordt, wat zing je dan?
so lonely without the father. Publiek ook zakken! We doen het met z'n allen!